van Route of the World. Vandaag ben ik in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Kan je heen vliegen in ongeveer 3 uurtjes, of je kan een gigantische omweg nemen en beginnen in Bulgarije. Dat deden wij. Gaten in de weg in Bulgarije. Niet normaal. We gaan onze trouwe vriend bedanken, want hier eindigt de reis in Bulgarije. Maar we zijn bij de grens met Roemenië en de volgende aflevering ben ik in Boekarest. Choosing Galilea Victorijen 25 for your stay at Bucharest. We have private check-in, we are not here right now. Code. En zo kwamen we hier terecht. Boekarest wordt ook wel Klein Parijs genoemd. Toen deze stad opbloeide in de 19e eeuw, werd de Franse bouwstijl namelijk letterlijk gekopieerd. En als je zo om je heen kijkt, dan is het aardig gelukt. Want je waant je net in Parijs. Ze hebben zelfs hun eigen Arc de Triomphe. Maar die wordt gerestaureerd. Boekarest is een stad zonder centrum. Overal is het druk en het is niet echt duidelijk wat nou precies het centrum is. Maar in de Old Town, de oude stad waar wij ook zitten met ons hotel, zitten de leukste restaurants, barretjes en dat soort dingen. Dus daar gaan we als eerst even kijken. Oh, en het is trouwens 30 graden hier in mei. Colaatje dan maar. Nee. Proost. Op Boekarest. 1 euro. De Old Town is ook de place to be als het gaat om een uitgebreid diner. En net als ik houden ze hier van vlees. En van een lekker toetje. Flesje wijn. En dat is allemaal zo spotgoedkoop dat je nogal snel te diep in het glaasje kijkt. Het meest opvallende gebouw van heel Boekarest, en misschien wel van heel de wereld, is het gebouw hierachter. Het parlementsgebouw, wat werd gebouwd door dictator Nicolae Ceausescu in 1984. Het gebouw is nog steeds niet af. Het kostte 3,5 miljard euro. Het telt 3100 kamers en is op het Pentagon na het grootste gebouw van de wereld. Ben je nou net als ik zo super geïnteresseerd in de geschiedenis van de Roemenen? Dan kan je in het noorden van Boekarest naar het Herastrau Park. Daar is een openluchtmuseum waar je zo ongeveer huizen vanuit heel Roemenië door de tijden heen kunt kijken. Leuk hè?
mocht je nog tijd over hebben in Boekarest, dan ga je naar het Sismi Geopark. Zeker als je een vriendin bij je hebt die altijd zegt dat je niet romantisch bent. Hè? En dan maak je een leuk boottripje. Wat eigenlijk nog romantischer is, is dit. Zo, dat was hem weer in Boekarest. Voor mij de stad van het bier en de worstjes. Heerlijk.